Hi Ilse, je ook via de. We hebben ook Ilse, maar ik zie haar niet. Hey, Ilse doet nu via de Zoom. Zo. Kijken, is het ook recht? Hi Anja, leuk. Hi, goedemorgen. Leuk als ze ook. Ik zie er drie, maar ik weet niet. Ik weet alleen Anja. Welkom. Hi Rosalie. Goedemorgen. Leuk. Ja, ik zie je. Ilse. Hallo. Je hoort mij niet. Oh, dan moet je. Als je zeg maar binnenkomt. Ja, heb je. Jullie zitten op mijn telefoon, dus dat is heel klein. En het is ook handig als jullie zo het geluid uitdoen. Dus bij dat. Goedemorgen nog. Goedemorgen. Leuk zeg. Ik zie er vier hier, maar ja, ik weet niet wie jullie zijn. Rosalie, Anja. Even kijken hoor, is het al zo ver? Het is 10 uur. We hebben vandaag alleen een stoel nodig en natuurlijk een mat. Dus we gaan vanuit de beweging opwarmen. Hoi Evelien, bonjour. We gaan opwarmen vanuit de beweging. En dan dus in die zin is het een beetje anders dan de andere. Jolanda, goedemorgen. Leuk dat je er ook weer bij bent. Het is een beetje, hè, normaal warmen we op door de ontspanning van de spieren. Dat je zo op een rolletje of op een stripje ligt. Maar nu gaan we vanuit de beweging ook opwarmen. En dan bewegen we door naar die serie. Ik heb ook een plaatje op Facebook van de serie geplaatst. Het is handig als je het zeg maar, dus dan gaan we volgende week wel op een stripje een rolletje liggen en dan de serie doen. En dan de week erop wilde ik echt een flowles geven dat we met aandacht naar de ademhaling gaan. En dat je als je dan de serie kent, dan kan je op je adem gaan bewegen door die serie heen. Dus dat is ook een critical alignment les. Maar een beetje misschien anders dan dat jullie kennen. Dus dat is meer vanuit beweging benaderd en echt vanuit die ademhaling. Dus nu gaan we het lichaam helemaal opwarmen vanuit de beweging, vanuit de houdingen. En dan bewegen we zo er doorheen. En dan uiteindelijk gaan we 2 keer de korte serie doen. En dan 2 keer de zonnegroetserie met de held erin. Dus dat is wat we gaan doen. Dus jullie kunnen komen staan op de mat. Leuk, het is zo leuk om jullie te zien ook. Ja, Jolanda. Goed, nou, kom staan op de mat. Voeten op heupbreedte. En je weet dat de voeten op heupbreedte houdt in dat je je voeten echt plaatst zo onder je bekken. Dus ook al heb je dikke billen, brede heupen, ga je niet wijder staan. Dus je neemt de botstructuur. Dus dat je voeten echt geplaatst zijn onder je knieën, onder je heupen en dat ook je tenen zo spreiden voor je hielen. Als je het fijn vindt, kan je je ogen sluiten. En voel dan hoe je staat. Hoe het is op deze ochtend om te staan op je voeten. Hoe het lichaamsgewicht is verdeeld over je voeten.
En als je dan je aandacht zo een beetje omhoog wandelt naar je knieën, je benen. En vaak voelt één been een beetje anders dan de ander. En soms voel je ook dat je heupen, dat de ene heup wat lager of wat hoger staat. En zo scan je zo je lichaam af. Hoe voelt het bij je heupen? Voel je misschien spanning? Je armen langs je lichaam. Hoe is het met je schouders? Hoe zijn je schouders geplaatst? En ook je hoofd, waar staat hij? Misschien een beetje voor je lichaam. Waar is het gewicht van je hoofd? Dus om daar wat bewuster van te worden, gaan we het lichaamsgewicht onderzoeken. Vaak hebben we één voorkeursbeen. Breng je lichaamsgewicht zo naar je linkerbeen. Zodat via je linkerheup, via je linkerbeen, valt dan het gewicht helemaal terug op je linkervoet. En hoe is dan de verdeling over je linkervoet? Hoe zit het bij je heupen? Hoe voelt dat bij je heupen? De stand van je schouders? De stand van je hoofd? Beweeg dan je lichaamsgewicht door het midden naar je rechtervoet. Dan merk je misschien dat dat heel anders kan voelen. Vaak hebben we één voorkeursbeen. Dus als je ergens staat te wachten, dat je één kant op staat. Dat je een beetje zakt in één heup. Dus dat die ene kant misschien gemakkelijk voelde. En dat die andere kant nu wat stroever kan voelen. Of juist andersom. Dus hoe voelt dit in je rechterbeen, in je heupgebied, bij je schouders, hoe zijn je schouders, hoe is de stand van je hoofd. En breng dan het lichaamsgewicht terug naar het midden en probeer het gewicht gelijk te verdelen over beide benen. Het voelt misschien een beetje vreemd, zeker als je één been wat meer belast dan die ander. Dus voel hoe dat is als je het lichaamsgewicht gelijk maakt. Dan laat je het zo terugvallen naar je voeten. Breng dan je lichaamsgewicht naar voren in de richting van je tenen. Nou, ga je tenen waarschijnlijk wat aankrampen. Voel je ze zo de mat grijpen. Je vaak wat hangen in je heupen, kan je wat druk voelen zo in dat bekkengebied. Maar misschien ook dat je dan je schouders wat naar achter brengt. Om te compenseren. En waar is dan de stand van je hoofd? Misschien komt die nog ietsje verder naar voren. Dus dat je lichaam een soort slinger. Zijn evenwicht probeert te vinden om niet om te vallen. Breng dan je lichaamsgewicht terug naar het midden en door het midden naar achteren. Dat je zo naar de achterkant van je hielen komt. Vaak heb je dan de neiging om naar achter te vallen ook. Hoe voelt dat bij je knieën? Vaak hang je wat in je knieën. Hoe voelt dit bij je heupen, je schouders, stand van je hoofd? En breng dan je lichaamsgewicht terug naar het midden. En laat het volle gewicht van je lichaam terugvallen naar de voorkant van je hielbotten. En voel dan hoe het gewicht zo kan spreiden over je voetzolen heen. Je knieën zijn ontspannen, niet op slot, maar ook niet gebogen. Voel hoe deze stand nu is, zo bij je heupen. Stand van je schouders, ontspan je schouders, schouderbladen, armen hangen zo. Aan je schouders, koppen. En plaats dan je hoofd bovenop je wervelkolom. Dat het gewicht van je hoofd terug kan vallen via je nek, via je bovenrug, middenrug, onderrug,
naar je heiligbeen toe. En dan weer alle spanning, maar ook het gewicht, die vloeit dan af via je SI-gewrichten. En via de darmbeenderen, je heupgewrichten naar je benen toe. En dan helemaal door je bovenbenen, knieën, onderbenen, enkels. En laat je het volle gewicht terugvallen naar de voorkant van je hielbotten. Nou, als je nu je ogen gesloten had, kun je ze openen. Een zachte blik voor je. Voel hoe je staat. En breng dan je handen zo naar je bekkenrand toe. Dus je vingers naar beneden. En duw je bekkenrand iets naar beneden. En naar voren. Kleine beweging. Dus beginnen we met de kleine beweging. Voel ook weer de stand van je voeten. En lichte achteroverbuiging. Knieën nog steeds niet op slot. Dus je hangt niet in je knieën. Laat het gewicht ook in die achteroverbuiging terugvallen naar de voorzijde van je hielbotten. En voel nu de rek. En de rek aan de voorzijde van je lichaam. Schouders zijn ontspannen. Misschien trekken die iets omhoog. Laat ze helemaal naar beneden vallen. En adem rustig. Probeer op de inademing je adem te verzamelen onder in je buik. En op de uitademing laat je ook in deze houding al het gewicht zo terugvallen naar de voorzijde van je hielbotten. En voel hoe die rek aan de voorkant in deze achteroverbuiging en zich dan opbouwt. En vanuit die rustige ademhaling, dus in, verzamel je adem onder in je buik, de uitademing. En breng je aandacht naar je voetzolen. En dat het gewicht van je lichaam terugvalt naar de voorkant van je hielbotten. En dan vanuit de kracht in je buik kom je omhoog. Laat je armen zo zakken langs je lichaam, plaatsen op je knieën. Buig je benen. En gaan we van de achteroverbuiging naar een vooroverbuiging. Ja, ook in deze vooroverbuiging valt het gewicht terug aan de voorzijde van je hielen. Adem rustig in. Nu voel je misschien de druk van je onderbuik tegen je bovenbenen aan. En op de uitademing laat je hier zo die plooi waar je buik overgaat in je liezen, laat je steeds dieper vallen. Dus je probeert hier die plooi steeds dieper te laten vallen op de uitademing. Geef wat rek aan de achterzijde. En als je hier zo een tijdje staat, voel je echt de kracht opbouwen in je benen. Er zijn sterke spieren, die quadriceps hier aan de voorkant. En die kunnen echt dat lichaamsgewicht dragen. Probeer ook je aandacht te brengen naar die krachtsopbouw. Het is geen vermoeidheid, maar het terugbrengen van kracht naar je benen. Dus je ademt rustig in, lengte in je ruggengraat. En uit zo naar de voorkant van je hielbotten toe. Breng dan je handen ietsje hoger. En dan je bovenlichaam parallel met de vloer. Je benen blijven gebogen. En adem nu in de lengte. Dus in naar de onderkant van je buik. Daar verzamel je ademhaling. Op je uitademing strekt je stuitje bij je kruin vandaan. Voel die lengte in je ruggengraat. Dus houd de ademhaling op gang. Lengte in je wervelkolom. Ook hier op de uitademing kun je die plooi steeds dieper laten vallen. En het gewicht, ook in deze houding, valt terug naar de voorzijde van je hielbot. En dat is A. Nou, buig je benen dan weer ietsje dieper. Kom eerst halverwege.
Dan plaats je rug zich, duw je voeten in de vloer en kom weer terug naar staan. Voel hoe je staat. En nu voel je ook direct dat het bloed is al op gang aan het komen. En die activiteit begint al zo te stromen door je lichaam heen. Dan gaan we de bewegingen nog een keer doen. Plaats je handen zo tegen je bekkenrand aan. Duw je bekkenrand naar beneden, naar voren. En voel de rek aan de voorzijde. Je ontspant je schouders. Bilspieren zijn ontspannen. Het gewicht van je lichaam valt terug en naar de voorzijde van je hielbotten. Adem rustig in naar onder in je buik. En laat dan de adem doorstromen. En zo naar de onderzijde van je borstbeen. Misschien tilt dan je hoofd iets op. Laat dat gebeuren. Op de uitademing adem je uit naar je voetzolen toe. En maak steeds weer wat contact met de grond. De volgende inademing weer begint die onder in je buik. Stroom zo onder je borstbeen door. Als je hoofd iets optilt, laat dat gebeuren. Kijk je misschien schuin naar het plafond. En zo met je ademhaling kom je misschien dieper in die achteroverbuiging. De uitademing maak je contact met de vloer. Als je naar voren wil blijven kijken, is dat prima. En maar misschien ontwikkelt die achteroverbuiging zich steeds verder. Op iedere inademing en op de uitademing blijf je stil. Adem je uit naar die voorzijde van je hielbotten. En dan met de kracht in je buik kom je omhoog. Armen langs je lichaam, je kan ze plaatsen op je knieën, maar je mag ze ook in bidhouding voor je borst plaatsen. En een voorbereiding op Utkatasana. Dus adem in naar de druk. Uit naar die diepte van de plooi. Lengte, stuit je bij je kruin vandaan, dus die lange rug. Het lichaamsgewicht valt terug zo nog steeds naar de voorzijde van je hielbotten. Dus zo ontwikkelen de houdingen zich ook. In die herhaling. Als je je handen op je knieën hebt, kan je ze weer plaatsen zo aan de zijkant van je heupen. Als je je handen voor je borst hebt, kan je ze daar laten. En breng dan je lichaam parallel met de vloer. En weer die lengte in je ruggengraat. Adem naar de plooi. We zijn hier net geweest, dus misschien dat je benen iets strekken. Maar adem eerst naar die lengte, de strekking van je ruggengraat. Ribben in de richting van je navel. Ja, adem rustig. In, onder in je buik. Uit in die lengte, de diepte van de plooi. En ook steeds weer dat contact naar de vloer. Buig dan je benen iets. Kom halverwege. Duw je voeten in de vloer, armen langs je lichaam. Ja, als die bloedsomloop, die komt al... Ja, wat meer op gang. Maar nog een keertje doen. Ja, dus voel dat gewicht naar je voeten toe. Plaats je handen tegen je bekkenrand aan. Heupen naar voren. Adem van onderuit je buik. Laat hem doorstromen naar je borst. En uit naar je voetzolen toe. Schouders ontspannen. Ook je knieën, bilspieren blijven ontspannen. En ook in een diepere achteroverbuiging. Blijven je ribben in de richting van je navel, schouders ontspannen. Je adem steeds weer uit naar je voetzolen toe. En dan ontwikkelt die achteroverbuiging zich. En dan vanuit de kracht in je buik kom je omhoog. Handen op je knieën of voor je borst. Je mag ook je armen mee omhoog nemen naar Utkatasana. Met je vingers krijg je ook je armen erbij. Nog steeds die strekking in je ruggengraat. Adem in de diepte van de plooi. Als de houding zich ontwikkelt, kom je steeds dieper te zitten. Het
gewicht valt terug naar de voorzijde van je hielbotten. Breng dan je handen voor je borst. Breng je bovenlichaam parallel met de vloer naar Dandasana. En weer die lengte in je ruggengraat. Stuit je bij je kraan vandaan. En adem. En hier begin je echt wel de rek van je hamstrings te voelen. Dat hebben we vorige week bekeken. En die lengte in je hamstrings die zich ontwikkelt ook door de houding aan te houden. Door daar naar uit te ademen. Dat de buik van de spier zich kan ontspannen. Zodat je meer ruimte krijgt bij de aanhechtingen. Buig dan je benen een klein beetje. Duw je voeten in de vloer. Kom omhoog naar staan. Gaan we de houding ook wijdbeens doen. Dus je kan een kwartslag draaien op je mat. Ja, dus wijdbeens kan de breedte van je mat zijn. Misschien ietsje wijder. Ik zal hem schuin doen. Dus herhalen we weer die achter- en die vooroverbuiging. Doe de zijkanten, de buitenkanten van je voeten in de vloer. Tenen blijven op de vloer. Ook hier het gewicht valt terug. Aan de voorzijde van je hielen. Plaats je handen zo tegen je bekkenwand aan. Duw je heupen naar voren. En in die wijdbeense stand kan je vaak al ietsje dieper komen. Neem je hoofd mee. En dus we hebben die achteroverbuiging nu al een paar keer ontwikkeld. En kijk waar je kan kijken. Voel de rek aan de voorzijde. En dan vanuit de kracht in je buik kom je omhoog. Buig je benen, plaats je handen zo op je knieën en kom naar voren. Het is een ietsje diepere houding. Duw weer je voeten in de vloer, handen tegen je bekkenrand aan en maak die achteroverbuiging. En kijk waar je kan kijken. Adem in die rek. En blijf rustig doorademen en dan met de kracht in je buik kom je weer omhoog. Buig je benen, handen tegen je knieën aan. Vooroverbuiging. Dus dat opwarmen van die heupen vanuit een achter naar een vooroverbuiging. Nog een keertje, voeten in de vloer. Handen tegen je bekkenrand aan. Buig naar achter, adem in die ruimte die er ontstaat aan de voorkant. En wat kan je zien? En dan met de kracht in je buik kom je weer omhoog. Buig je benen, plaats je handen op je knieën, vooroverbuiging. Ja, heel goed. En dan staan achter je stoel. Dat je je handen kan plaatsen zo op de leuning. En je schouders boven je handen. En dan stap je je linkerbeen iets naar voren en je rechterbeen naar achter. Ja, dus nu gaan we nou vaak, dan kantelt die heup een beetje. Duw je linkerheup naar achter. Dus nu isoleren we één van de heupen. Ja, dus handen liggen losjes op de stoel, ribben in de richting van je navel. Rekken naar de achterzijde van je rechterbeen. En druk opbouw hier bij je linkerheupgewricht. Adem daar naartoe. Adem naar die druk. Laat de plooi steeds dieper vallen. Als je die voelt, dan adem je daar naartoe. Veel van jullie zullen ook de hamstring voelen bij je rechterbeen. Dus je ademt ruimte naar je hamstring. Of je ademt ruimte, diepte naar de druk. Nou, als dit gaat voor je linkerheup, kan je je linkerbeen iets meer gaan strekken. Het is nog vroeg, dus je gewrichten, je spieren zijn misschien nog wat stijf. De een heeft misschien al een halve dag achter zich, maar de ander komt misschien net uit zijn bed. Dus kijk waar je naartoe kan. Nou, stel nou dat je benen strekken, trek dan je bovenbeenspieren aan. En adem in die rek. Ribben naar je navel.
Nou, kom je buig je voorste been en stap dan je linkervoet naar achter. Plaats je vingertoppen op de stoelrand. Buig je benen en dan hang je uit. Lengte. Lengte in je lichaam. Nog steeds ribben naar je navel. En strekking in de bovenrug. Kracht in je vingers. En misschien dat, hè, dat je al voelt dat er meer lengte ook ontstaat in die hamstrings. Als die ontstaat, kan je ook je benen en met de tijd steeds meer ietsje verder gaan strekken. Maar buig je benen. En pas als je voelt dat die ruimte ontstaat, hè, dan begin je ze een klein beetje te strekken. We bouwen het rustig op. Kom dan weer naar voren. Stap je rechtervoet naar voren. Buig je rechterbeen. Rechterheup naar beneden, naar voren. Dan kan je zo je linkerhiel steeds meer naar achter duwen. Dus lengte over aan de achterkant van je linkerbeen. Je rechterbeen buigt, dus je druk nu hier bij je rechterheup. Dus ademdiepte. Op elke uitademing. Diepte naar die rechterheup toe. En als je voelt dat het daar rustig genoeg is, kun je je rechterbeen steeds meer gaan strekken. En als je de flexibiliteit hebt dat je beide benen strekken, ga je nooit hangen in je knieën. Je trekt je bovenbeenspieren aan. Ja, dus dat aantrekken van die bovenbeenspieren, ja, dat beschermt je kniegewrichten. Dus je klapt nooit door. En aan. Dus lengte in je hamstrings, druk opbouw in je gewrichten. We nemen het één voor één. Buig dan je voorste been. Stap naar achter. Vingertoppen op de rand. Buig je benen. Hang uit. En als je kan, strek je je benen. Of kom je in iets meer lengte in die hamstrings. Het is afhankelijk van de lengte van je hamstrings. Door dit vaker te doen, bouwt zich dat op. Ja, dus dat ontwikkelt zich ook met de tijd. Kan je niet echt afdwingen. Ontspanning kan je nooit afdwingen. Daar heb je tijd en rust voor nodig. Nou, dat nemen we niet altijd. Maar nu met aandacht voor je lichaam. In het volgen van lessen. En neem je vaak langer de tijd om weer spieren ook te ontspannen. Maar buig dan je benen. Kom weer naar voren. Handen op de stoelrand. Totdat je schouders boven je handen zijn. Dus misschien moet je een beetje zoeken. Tenen op de vloer. En gaan we naar de plank. En adem. Kracht in je armen. Ja, dus nu komen de armen erbij. Nou, blijf je staan en dan breng je je heupen ietsje lager. Bewegen we door naar de upward dog. En met die ondersteuning van de stoel. Buig dan je benen. Breng je billen omhoog. En dan strek je weer uit. Dus eigenlijk een alternatieve downward. Nou, zonder de structuur dan in je rug te veranderen, kan je misschien je benen iets meer strekken. Nou, dit zijn die drie houdingen. Krul dan weer over je tenen naar de plank. Dan adem je hier rustig door. Dan beweeg je door naar de upward dog. En dan in het einde, als je de houding hebt, blijf je daar even staan. Buig je je knieën. Door naar een downward dog met gebogen benen. En als je kan, kan je je benen iets meer strekken. Nou, deze beweging maak je dan in je eigen tempo. Dus die drie houdingen beweeg je dan door. En dan blijf je steeds aan het eind van de houding eventjes staan. Dus dat kan een wat snellere beweging zijn. Misschien wil je hem heel langzaam uitvoeren. Dus komen we iets meer in de richting
van het bewegen. Dus ook door beweging kan je je spieren opwarmen. En kracht in de armen. Dus je armen zijn recht en sterk. Kan je echt wel voelen bij je pols ook. En let op je ademhaling. Als hij erg omhoog schiet, probeer hem weer te sturen. Zo naar de onderkant van je buik, dat je hem door laat stromen. Oeps. Nou, maak de beweging af in je eigen tempo. Dat je weer in de downward dog bent beland. Dus als je, maak hem rustig af. Je hoeft je niet te haasten. En dan stap je een klein stapje naar voren. Buig je benen. Pak je ellebogen vast. En laat je hoofd hangen. Misschien dat die hartslag in die beweging wat omhoog is gekomen. Nou, je plaatst je buik op je bovenbenen. En door dat uithangen gaat de hartslag weer omlaag. Dan wordt je ademhaling ook weer rustiger. En in deze houding is je buik op je bovenbenen. Als dat nou niet helemaal lukt, als je niet de lengte hebt, zo bij je hamstrings, kan je ook je elleboog op je knieën plaatsen, zodat je echt kan kijken in hoeverre je die lengte kan ontwikkelen. Ja, dat je daar rustig. En met die ondersteuning van je bovenbenen, dat je die lengte kan ontwikkelen totdat je buik zich plaatst op je bovenbenen. Als je buik zich kan plaatsen, dan hang je uit. Dan plaats je je buik dus op je bovenbenen. Misschien je borstkas tegen je knieën aan. Laat je hoofd hangen. Je hoofd heeft gewicht. Zo'n 5, 6 kilo. Gebruik ook dat gewicht om lengte te creëren aan de achterzijde. Dus je hoofd hangt als een soort bal nu aan je wervelkolom. Laat dat gewicht ook wat zo trekken aan je wervelkolom, dat er ruimte kan ontstaan. Dus misschien kun je hoofd een beetje heen en weer wiebelen, dat je echt voelt dat er geen spanning zit in je nek. Je hebt je ellebogen vast. Ook je armen hebben gewicht. Dus laat ook dat gewicht toe. Dat je het gewicht van je lichaam gebruikt om lengte te creëren. Lengte bij je rug. Ruimte bij je wervelkolom. Lengte zo. Aan de achterzijde bij je heupen, over je billen. Lengte bij je hamstrings. Het kan zijn dat als die spanning zich loslaat, dat je wat gaat trillen. Ja, adem rustig in. Voel hoe je nog steeds kan ademen naar onder in je buik. En je voeten zijn op heupbreedte. Dus er is ruimte. En uit naar die lengte. Dan kom dan ietsje omhoog. Plaats je handen zo voor je. Op de mat en stap naar achter naar de hond. Maar met gebogen benen, we strekken nog steeds de rug, kracht in je armen. En die kracht zijn we net al tegengekomen. Duw je vingertoppen in de vloer. Handpalmen plat op de vloer. En kracht zo door je vingers, je handen naar je polsen, via je onderarmen, armen zijn recht. Door je bovenarmen naar je schouders. Zo via de schoudergewrichten naar je schouderbladen toe. En dan reiken die schouderbladen zo helemaal naar de onderzijde in het midden van je rug. En loopt dan je aandacht zo via het midden van je rug naar onderen, naar je stuitje. Adem weer rustig in. Die diepte van de plooi. En uit in die lengte van je ruggengraat. Dat je kruin wegstrekt bij je stuitje vandaan. Lengte in de rug. En krachtsontwikkeling in je armen.
En voel dat contact. En adem. En gebruik nog steeds die rustige ademhaling in vanuit onder in je buik. Zo doorstroomt door je lichaam. En breng dan je knieën naar de vloer. Dan sta je op handen en knieën. We hebben de stoel niet meer nodig. Dus je kunt de stoel zo van je mat wegschuiven. En dan sta je op handen en knieën. Schouders boven je polsen. Knieën onder je heupen. En stap dan met je rechtervoet naar voren. Dus je rechtervoet komt zo tussen je handen te staan. En dan vaak tillen we de rechterheup wat op. Laat je rechterheup weer zakken. Dat de beide heupen gelijk zijn. Vingertoppen op de vloer. Adem rustig in. En uit. Dus nu adem je naar die diepe druk, zo aan de rechterzijde. En laat hem steeds dieper vallen. En nog steeds ook die vooroverbuiging. En adem je naar onder in je buik. En laat je de plooi steeds dieper vallen. Nou, buig dan je voorste been, plaats je handen zo op de vloer en stap naar achter naar de hond. Dan zijn we weer in de hond. Dus kracht in je vingers. Handpalmen plat. En voel die kracht door je armen heen. Armen recht. Via je schoudergewrichten. Naar je schouderbladen toe. En reik zo naar je ruggengraat. En naar je stuitje toe, adem rustig in, voel de druk opbouwen, de voorzijde. En lengte in je ruggengraat, kruin bij je stuitje vandaan. Breng dan weer je knieën naar de vloer en stap je linkervoet naar voren. Nou, vaak in het stappen komt die heup omhoog. Laat je heup weer zakken. Dus je ademt echt naar de druk toe. Dus op de inademing voel ook de druk van je onderbuik zo tegen je linkerheup aan. En op de uitademing probeer je hier die plooi steeds dieper te laten vallen. Dus we gaan nu naar een diepere vooroverbuiging. Ja, dat je echt ja, die diepte in de liezen opzoekt. Rustige ademhaling. Dus ook vanuit die beweging, dat als je wat pittigere houdingen hebt gehad, als je daarna rustige bewegingen doet, dan kan ook weer je ademhaling rustig worden. Buig je voorste been, stap naar achter naar de hond. En adem hier weer rustig in en uit. Nou, we zijn hier al een paar keer geweest, we hebben ook die hamstrings al een beetje opgewarmd. Dus misschien kan je je hielen al ietsje verder naar de vloer toe duwen. Als je benen recht zijn, ook trek je bovenbeenspieren aan. Nou, breng dan je rechterbeen omhoog. En de variatie van de hond, die hebben we ook in eerdere lessen al gezien. Dus je hiel, die geeft eigenlijk zo'n tikje tegen het staartbeen aan. Kijk naar je handen, zwaai je rechtervoet naar voren, tussen je handen in. Achterste been recht en sterk. En dan veer je eigenlijk ietsje op. Adem je in de druk met het gestrekte been. Nou, als dat lukt, zo die druk voor je rechterheup, dat je die diep kan laten vallen, kan je je rechterbeen iets meer gaan strekken. Maar houd het contact zo van je onderbuik tegen je bovenbeen aan. En zo ontwikkel je dat. Nou, misschien met de tijd, of als je de flexibiliteit hebt, dat ook je voorste been strekt. Nou, als die helemaal gestrekt is, trek je je bovenbeenspieren weer allebei aan. En wandel je je vingertoppen naar voren. En kan je je hoofd plaatsen op je onderbeen. De houding bouwt zich op vanuit het gebogen been. Dus pas met de tijd ontwikkelt zich dat.
En kan je dan, als je de flexibiliteit hebt en je armen, je handen wat uitlopen, buig dan je voorste been, plaats je handen, stap terug naar de hond. Ah, je voelt al, hè? We worden al een stuk warmer. Adem rustig in en uit. En lengte in die wervelkolom, kracht in je armen en til je linkerbeen omhoog. Dus je tikt even zo met je hiel naar je staartbeen toe. Zwaai je linkerbeen naar voren, tussen je handen in. En adem in de druk aan de linkerzijde, dus linkerheup naar beneden. Vingertop op de vloer. Voel de druk van je buik. En met de tijd kan je dan je linkerbeen steeds meer gaan strekken. En lengte in die hamstrings. Nou, als je de lengte hebt, je benen zijn gestrekt. Trek dan beide bovenbeenspieren aan. Wandel je vingers uit en plaats je voorhoofd op je scheenbeen. Lengte, lengte in je hamstrings, druk opbouw in je heup. En adem. Buig dan je voorste been, plaats je handen naast je voet en stap naar achter naar de hond. Blijf rustig doorademen. Dus misschien zijn je benen nog gebogen. Je goed naar die druk ademen, ribben in de richting van je navel, je krachtsopbouw in je armen. En met de tijd vallen misschien je hielen verder naar de vloer. Nou, weer je rechterbeen omhoog. Tik even zo tegen je staartbeen aan. Zwaai je rechterbeen naar voren. Tussen je voeten in. Nu kan je je knie buigen als je dat prettiger vindt. Maar je mag ook je been blijven strekken. Adem in. Met de kracht in je buik veer je omhoog. Gaan we nu naar de heldhouding. Virabhadrasana, voorste been. Ja, lekker warm, hè? Voorste been 90 graden, anders plaats je je achterste knie op de vloer. Plaats je handen voor je borst. En adem weer rustig. Als je de balans hebt, kun je je armen strekken boven je hoofd. Misschien kan je zo kijken naar je handen. En we hebben al een paar keer nu die achteroverbuiging gedaan. En dus beweeg dan door naar achter als dat lukt. En dan met de kracht in je buik kom je omhoog. Handen voor je borst, buig je voorste been, plaats je handen en stap naar achter naar de hond. En adem. En voel hoe je warmte opbouwt in je lichaam, hoe je spieren ook wel willen bewegen nu. Breng je linkerbeen omhoog. En tik hem weer zo even aan, zwaai hem naar voren tussen je handen in. En dan veer je iets licht omhoog. Vingertoppen op de vloer. Laat je linkerheup zakken. Met de kracht in je buik. Dus adem in. Veer je omhoog. Dus je kan je achterste knie plaatsen op de vloer. En dus als het niet lukt om je voorste been 90 graden te houden. Plaats dan je achterste knie. Plaats je handen voor je borst. Adem rustig in. Als je de balans hebt. Strek je armen over je hoofd. En dan kan je kijken of je door kan bewegen. En Virabhadrasana hebben we wel een paar keer al gedaan ook in de lessen. En dus adem rustig door. En dan met de kracht in je buik kom je weer omhoog. Buig je voorste been, plaats je handen. Stap naar achter, naar de hond. En adem. En vind die ademhaling. Nou, breng dan je knieën naar de vloer. Spreid je knieën ietsje, tenen naar elkaar toe. Breng je billen in de richting van je hielen. En dan wandel je zo je vingers naar voren, vingertop op de vloer. En kom je naar beneden. Als je het fijn vindt, kan je ook je handen zo vouwen onder je hoofd. En je handen plaatsen, of je hoofd plaatsen op je handen. Maar het is een vrij actieve les, dus als je de activiteit wil behouden, kun je ook je vingertoppen plaatsen, die vingertoppen echt in de vloer duwen, ook die kracht behouden in je armen, via je armen,
En naar je schouderbladen toe, naar je ruggengraat toe. En strekt ook weer je kruin bij je staartje vandaan. Ja, dus in deze houding heb je ruimte bij je buik om naartoe te ademen. Je ademt rustig in. En op de uitademing probeer je lengte te ademen. Je ruggengraat, staartje, strekt bij je vandaan. Zakt met de tijd steeds dieper in de richting van je hielen. En dan naar de achtermuur toe. Als je ademhaling wat omhoog was gekomen, dan wordt die nu weer rustig. Nou, plaats dan je handen onder je schouders. En hebben we onszelf klaargemaakt voor de kleine serie. Dus je kan komen staan voor op je mat. En hier werken we al een paar weken zo naartoe. Dus voeten op heupbreedte. Armen langs je lichaam. Voel het gewicht, hè, dat plaatsing van je voeten op de vloer. Plaats je handen voor je borst. Dan strek je armen boven je. Kijk naar je handen. En beweeg je door naar een achteroverbuiging. En dan neem je een volle ademhaling in. En uit. En dan met de kracht in je buik kom je omhoog. Open je handen. Buig je benen. Utkatasana. Adem naar de plooi. Lengte in je wervelkolom. Dan neem je zo die tussenhouding. Beweeg je naar beneden. Pak je enkels vast. Trek aan je enkels. De trekken van je enkels. Zorg voor de strekking in je onderrug. Uttanasana. Adem rustig in. En uit. Buig dan je benen. Plaats je vingertoppen op de vloer. Kijk naar voren. Strek je benen. Achteroverbuiging. Adem rustig in. En uit. Buig je benen. Plaats je handen voor je op de vloer. En dan stap je naar achter naar de plank. Ook hier een volle ademhaling in. En uit. Dan beweeg je over je tenen heen. Beweeg je door naar de upward dog. Je hebt net op de stoel gedaan. En kijk waar je kan kijken. Lengte aan de voorkant. Duw je wreven in de vloer. En dan knie je naar de vloer. Krul je tenen onder je voeten. En duw jezelf omhoog naar een downward dog. En hier weer die lengte. Misschien dat je je benen iets meer kan strekken. Buig je benen. Kijk naar je handen. Stap of spring naar voren. Plaats je vingertoppen op de vloer. Achteroverbuiging. Buig je benen. Pak je enkels vast. Trek kracht aan je enkels. Geef lengte in je onderrug. En lengte aan de achterkant van je lichaam in Uttanasana. En buig je benen. Armen langs je lichaam en omhoog. Utkatasana. Duw je voeten in de vloer, handen samen, strek omhoog en naar achteren. Wat kan je zien? Adem in en uit. De kracht in je buik, kom je omhoog. Handen voor je borst. Armen langs je lichaam. Ja, heel goed. Doen we nog een keertje. Dus handen voor je borst. Armen over je hoofd, buig naar achteren. Achteroverbuiging. Met de kracht in je buik kom je omhoog. Open je handen. Utkatasana. Een volle ademhaling in. En uit in de houding. Met die tussenbeweging beweeg je door naar Uttanasana. Buig je benen, plaats je vingertoppen op de vloer, achteroverbuiging, kijk naar voren. Buig je benen, plaats je vingertoppen op de vloer, dan stap of spring naar de plank. Licht sprongetje en dan sta je. En hier adem je weer in en uit. Dan beweeg je door over je tenen heen naar de upward dog.
knieën naar de vloer, krul je tenen in, beweeg door naar downward dog. Buig je benen iets, kijk naar je handen, dan stap of spring naar voren. Goed. Vingertoppen op de vloer, achterover buiging. Buig je benen, pak je enkels vast. Lengte in je rug, Uttanasana. Buig je benen, armen zo langs je lichaam omhoog, Utkatasana. Duw je voeten in de vloer, handen samen, strek omhoog en naar achter. Wat kan je zien? De kracht in je buik, kom je omhoog. Armen langs je, voor je borst. En langs je lichaam. En zonnegroet 1. Nu bewegen we door naar zonnegroet 2. Voeten op heupbreedte. Plaats je handen voor je borst. Armen over je hoofd. Achteroverbuiging. Een volle ademhaling in en uit. En dan kom je weer omhoog vanuit de kracht in je buik. Buig door naar Utkatasana. Beweeg je door. Pak je enkels vast, Uttanasana. Buig je benen, plaats je vingers, achteroverbuiging. Buig je benen, stap of spring naar achter naar de plank. Krul over je tenen heen, upward dog. Duw je wreven in de vloer, hang uit. Knieën naar de vloer, alsof je ballonnen hebt aan je billen omhoog. Downward dog. Dan breng je rechterbeen omhoog. Zwaai hem naar voren. Tussen je handen in. Plaats je achterste knie als je dat wil. En anders veer je omhoog. Handen voor je borst. Vind je balans. Armen over je hoofd. En buig naar achteren. En naar jouw held. Wat kan je zien? Dan kom je weer omhoog, buig je voorste been, plaats je handen en terug naar de plank. Beweeg door, upward dog. Knieën naar de vloer, downward dog. Dan linkerbeen omhoog. En tik hem even aan, zwaai hem naar voren. Vanuit linkerheup naar beneden, kracht in je buik, veer je omhoog. Vind je balans, handen voor je borst. Daar kan je blijven staan, misschien armen over je hoofd. Als je balans hebt, beweeg je door, kijk naar je handen. En dan verder naar achter. En dan met de kracht in je buik, kom je weer omhoog. Buig je voorste been, stap naar achter naar de plank. Krul over je tenen heen, wreven in de vloer, upward dog. Knieën naar de vloer, krul je tenen in, downward dog. Stap of spring naar voren, vingertoppen op de vloer, achterover buig. Buig je benen, pak je enkels vast, Uttanasana. Beweeg je door naar Utkatasana. Duw je voeten in de vloer, strek omhoog, achteroverbuiging. Met de kracht in je buik kom je omhoog, handen voor je borst. Ja, lekker bewegen, we doen het nog één keertje. Voeten op heupbreedte, handen voor je borst, strek omhoog en naar achteren. En wat kan je zien? Voel die opening aan de voorkant van je lichaam. Kom omhoog. Beweeg door naar de vooroverbuiging, Utkatasana. Tussenhouding. Pak je enkels vast. Uttanasana. Buig je benen. Plaats je vingers op de vloer. Achteroverbuiging. Buig je benen. Stappen. Spring naar achter naar de plank. En dan beweeg je door. Upward dog. Wreef in de vloer. Hang uit.
Knieën naar de vloer, krul je tenen in, downward dog. Mijn rechterbeen omhoog. Zwaai je rechterbeen naar voren. Met die veerkracht in je buik kom je omhoog. Plaats je handen, strek je armen, achteroverbuiging. Wat kun je zien? Dan kom je weer omhoog. Plaats je handen, stap terug naar de plank. Heupen naar beneden, wreef in de vloer, upward dog. Knieën naar de vloer, krul je tenen in, downward dog. Breng je linkerbeen omhoog, tik hem aan. Zwaai hem naar voren met de kracht in je buik, kom je omhoog, handen voor je borst. Armen boven je hoofd, naar achteren. Kom je weer naar voren, buig je. Voorste benen naar achter naar de plank. Krul over je tenen heen, wreef in de vloer, upward dog. Knieën naar de vloer, krul je tenen in, downward dog. Kijk naar je handen, stap of spring naar voren, vingertoppen op de vloer. Strek je been, achterover buig. En dan lichaam over je bovenbenen heen. Pak je enkels vast, Uttanasana. Buig je been, armen omhoog, Utkatasana. Nou, strek je been, strek je armen, lengte, wat kan je zien? Laatste achteroverbuig, voel die ruimte. En met de kracht in je buik kom je omhoog, handen voor je borst, armen langs je lichaam. Nou, mooie, krachtige, het is allemaal hartstikke warm. Als je wil kun je zittend eindigen, dus ga je op je stoel zitten. Je mag ook gaan liggen in Savasana. Armen recht, benen recht, handpalmen open. Als je zit, plaats je je handen op je knieën. Dan valt het gewicht van je lichaam terug naar je zitbotten. In plaats van... ook je hoofd weer zo boven op je wervelkolom. Als je ligt, schouderbladen breed, handpalmen open. Adem rustig in. Voel hoe je lichaam zich vult. Met je ademhaling nog steeds van je buik naar je borst. En op de uitademing laat je alle spanning wegvloeien. Naar de vloer. Als je zit via je zitbotten. Als je ligt, schouderbladen breed, heupen breed. Ontspan je knieën, voeten vallen open. Dus adem in, vul je lichaam met je ademhaling. En op de uitademing geef je je over aan de zwaartekracht. Volledige ontspanning op de vloer. En dan voel je wel dat ook je hartslag wordt rustiger. Je ademhaling wordt rustiger. Een mooie, actieve, bewegelijke les. En we zijn vanuit die hele kleine beweging steeds dieper in je lichaam gekomen. Het lichaam is steeds verder opgewarmd. En we zijn geëindigd met een vrij actieve houding. Die heldhouding is een vrij pittige houding. En nu lig je of je zit... voel de rust weer keren in je lichaam. Ja, maar voel ook de warmte in je lichaam die er is ontstaan. En die activiteit. En dat willen bewegen. Het is een prachtige dag. En je kunt natuurlijk zo lang blijven liggen of zitten als je wil. En neem je tijd. Maar ja. Het is het einde van de les. Dank jullie wel. En misschien tot volgende week. Namaste.